Update al. Hier stond net een kastje. En daar zaten allemaal stempels in. Nou, het kastje heb ik weggehaald. Dat gaat uh, uh, naar, de, uh, naar het goede doel, denk ik. En de stempels. Die heb ik hier gezet. Daar kunnen er eigenlijk nog een heel aantal van weg. Maar dat is iets voor later. De inkt heb ik. Hier kwijt gekund. Dat betekent eigenlijk alleen dat ik deze notitieboeken nog een nieuwe plek moet geven. Want ik heb daar ook nog een paar stempels aan een notitieboek gelaten. Dus dat is alweer een stapje gemaakt. Of dit blijvend is, weet ik nog niet. Maar uh, ja, je kunt niet alles in één keer plannen. Ondertussen ben ik al best een heel eind opgeschoten met, uh, met de stoffen. Dat wil zeggen. Die liggen er nog steeds. Die bak is ook nog behoorlijk vol. En de restjes. Die zitten ondertussen daarin. Dus uh, het begint ergens op te lijken. Zo, klein stapje gemaakt. Daaronder allemaal de kleinere lapjes. Hier een hele mooie stapel met alle stoffen die ik in grotere uh, coupure heet dat geloof ik nog heb. En hierbovenin een mandje. En dat zijn eigenlijk alle stofjes die op mijn bureau lagen. Die uh, bedoeld zijn voor een, uh, een project waar ik de komende tijd mee aan de slag wil. Dus uh, daar ben ik eigenlijk al heel tevreden over. Die kan dicht. Zo. Nou, iets anders dat ik gedaan heb is. Zoals je misschien nog wel weet, daar stond de printer. En die heb ik al verhuisd. Die staat namelijk nu ondertussen hier. Zo, even om de tafel heen draaien. De printer. Nog wel met een verlengsnoer aangesloten. Omdat we daar de stroomvoorziening nog in orde moeten maken. Het printerpapier en zo heb ik allemaal al daar zitten. En daarboven uh, al een heleboel van die, uh, die dozen met allerlei notitieblokken. Lamineersheets, dat soort dingetjes. Dus dat is ook alweer een beginnetje. Nou ja, de volgende grote klus. is de inhoud van die dozen. En dat zijn scrapbook projecten. Dus uh, dat wordt een pittige. Zoals ik al zei, grote klus. Dit komt er dus allemaal uit die twee uh, zwarte dozen. En het rare is dat ik er. Um, Ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Eigenlijk helemaal niet meer aan gehecht ben, aan de meeste. En toch heel veel moeite heb met het, uh, het wegdoen ervan. Dus daar moet ik eens... Uh, ja, daar moet ik tijd voor nemen. Dus, uh, wordt vervolgd. Ondertussen alweer een tijdje verder en uh, flinke stappen gemaakt. Hier nog steeds bezig hoor, want ik heb nog steeds uh, best heel veel te scannen. Maar het tafeltje is binnen en dus heb ik nu mijn hittepersstation samen kunnen stellen. Daarboven liggen wat onderdelen, nog een leeg schap. En onder de tafel mooie ruimte voor mijn uh, haak -breitas. En een bak met allemaal wol en zo die ik over heb. En deze kant de onderste twee schappen. Nu tijdelijk de spullen die hier vandaan zijn gekomen. Dus daar moet ik nog doorheen, Maar voor nu staan die daar prima. En daar een hoek is ook plek ontstaan. Dus we gaan eigenlijk best goed vooruit. Alweer een stukje opgeschoten. Deze wand het onderste gedeelte, dus de kasten, is redelijk op orde. Die bak daar ben ik nog niet helemaal zeker van. En die kleine bakjes die moet ik nog allemaal aanpakken. Ook die laadjes moet ik nog nakijken. Maar de naaimachine heeft een nieuwe plek. En hier is het ook redelijk op orde. Alleen de meeste van die bakken moet ik nog nakijken. Nou, dit hadden jullie al gezien. Daarboven staan nu ook wat spulletjes. En daar begint het ook steeds meer georganiseerd te lijken. Maar zoals je ziet, nog steeds van alles wat nagekeken moet worden. Dus uh, nog steeds werk aan de winkel. Hi, laatste update voor deze video. Zoals je ziet, ben ik ondertussen met de lintjes bezig. Die ben ik aan het uitzoeken en het verdelen over bakjes. Zodat ze per kleur zitten. Dat ziet er al wat rustiger uit. Ja, en verder gaat het eigenlijk goed. Je ziet het hier mijn station. Daarboven is het redelijk opgeruimd. Ik ben eigenlijk nu bezig met de verschillende bakken na te kijken waar nog spullen uit moeten wat herin te delen. En dan is, uh, is de herindeling van de zolder grotendeels klaar. Er is eigenlijk nog één ding waar ik nog niet blij mee ben. En dat is mijn bureau. Dit allemaal. Daar ben ik nou het uitzoeken of over nadenken. En alleen ja, dat is heel moeilijk. Dat kan ik moeilijk laten zien. Dus ik heb bedacht: ik hou het hierbij. En dan ga ik proberen dat de komende week allemaal in orde te maken. Zodat ik jullie volgende week al een video kan laten zien over hoe het geworden is. Lukt dat nou niet in een week tijd, dan gaat dat iets langer duren. Maar dat is in elk geval de volgende video van dit kleine serietje. Voor nu bedankt en tot de volgende keer.